Welkom bij deze online Yin Yoga les. Bij Yin Yoga trainen we bindweefsel, zoals pezen, ligamenten, botten, gewrichten en fascia. Bindweefsel heeft langer de tijd nodig dan spieren om in beweging te komen. Waar spieren zo'n 30 seconden minimaal nodig hebben, heeft bindweefsel zeker 1 minuut nodig. Dus vandaar dat bij Yin Yoga we langer in houdingen blijven. Wat het ook belangrijk maakt, dat je je spieren zoveel mogelijk ontspannen houdt. En daarvoor maken we veel gebruik van props, om jezelf zoveel mogelijk te ondersteunen. En dat je zoveel mogelijk los kan laten in de houdingen. Omdat jullie de les waarschijnlijk thuis doen, ga ik even met jullie doornemen wat we nodig hebben. We gebruiken yogablokken. Heb je dat niet? Pak dan 2 kussentjes. 2 kleinere kussentjes. Als je dat hebt. Een vliezendekentje. En een bolster. Als je geen bolster hebt, pak een kussen van je bed. Groot kussen. Verder gebruiken we een yoga strap, riem. Als je die hebt, maak hem alvast dicht. Zodat die vast zit. Heb je dat niet, pak dan een sjaal. Nog langere sjaal als je dat hebt. Of pak een dekentje. Iets wat in ieder geval lang is. En dan gaan we die alvast even afstellen. Voor als we hem straks nodig hebben. Zet je uiteinde op de bal van je voet. En de achterkant breng je langs je hoofd, langs je oren. De achterkant van je hoofd. En dan kom je op het punt waarbij je strek gaat voelen aan de achterkant van je been. Maar je nek nog wel kan ontspannen. Dan pak je die sjaal vast achter je hoofd op dat punt. En maak er een knoop in. En leg hem dan even opzij. Straks pas nodig. Verder wil ik nog even benadrukken dat het belangrijk is als je pijn voelt. Daarmee bedoel ik scherpe pijn, stekende pijn. Pijn die niet overgaat als je er naartoe ademt. Of tintelingen van een afgeknelde zenuw. Dus als je een slapend gevoel krijgt, kom dan altijd uit de houding. Of pas de houding op zijn minst aan. Het kan wel zijn dat je intense rek ervaart, dat noemen we gewone pijn, dus pijn die niet schadelijk is. Daar kan je waarschijnlijk naartoe ademen, wordt het minder. Dan kan je in de houding blijven. Maar schadelijke pijn komt alsjeblieft uit de houding. Voor deze les heb ik het thema water gekozen. En water, het element water, staat in verbinding met het seizoen winter. Wat ook weer verbinding heeft met naar binnen keren, tot rust komen, om op te laden voor de tijd die komen gaat. Bij Yin Yoga is het ook belangrijk om naar binnen te keren, omdat het belangrijk is om te voelen wat jouw lichaam nodig heeft. Te voelen waar je grenzen zijn, zodat je niet forceert, jezelf geen schade toebrengt. En daarom gaan we beginnen met een meditatie. Voor deze meditatie mag je komen liggen. Als je liever wil zitten, kan je het ook zittend doen. En kom dan liggen of zitten op een manier die jij prettig vindt. En sluit dan je ogen. Of als je dat niet prettig vindt. Kun je er ook voor kiezen ze half open te houden, naar één punt te kijken. En keer dan met je aandacht naar binnen. Voel hoe het met je is op dit moment. Hoe gaat het met je? Misschien zit je hoofd nog vol met gedachten van dingen die je net hebt meegemaakt uit het verleden.
of de toekomst. Dingen waar je je zorgen over maakt. Dingen waar je naar uitkijkt. Probeer deze gedachten dan even te parkeren voor na deze les. Probeer deze dingen los te laten. Erken dat ze er zijn en laat ze los. En richt je aandacht dan op je lichaam. Als je voelt dat er nog lichaamsdelen gespannen zijn, probeer deze dan bewust te ontspannen. Door je spieren los te laten, er naartoe te ademen. Bijvoorbeeld in je nek. Je schouders, je buik, je benen. Laat alle spanning los. En voel dan even hoe je lichaam contact maakt met de mat. Je hoofd, je schouders, je rug, je billen, achterkant van je bovenbenen. Kuiten. Je hakken. En richt vervolgens je aandacht op je ademhaling. Volg je ademhaling. Zonder er iets aan te veranderen. Misschien voel je bij je inademing de lucht naar binnen stromen. Je buik- en borstgebied uitzetten. Bij de uitademhaling de lucht weer naar buiten stromen. En je buik en borst weer naar binnen gaan. Misschien vind je het fijn om je handen even op je buik te leggen en zo je ademhaling te volgen. En telkens wanneer er gedachten opkomen, probeer deze gedachten dan los te laten. Je gedachten als golfjes op het water die komen en gaan. Ze komen op en drijven weer weg. En richt je aandacht dan weer op je ademhaling. Misschien kun je bij iedere uitademing nog meer spanning loslaten. Lichaam nog meer verder laten zakken in de mat. Je laat het dragen door de mat. En stel je dan eens voor dat je op een luchtbedje in het water drijft. Waarbij jij je volledig veilig en ontspannen voelt. Misschien kun je het water horen.
Of misschien voel je de zon je lichaam verwarmen. Zodat je je heerlijk, warm, veilig, ontspannen en kalm voelt. Vol vertrouwen, meedrijven met de stroom van het water, vol kalmte. En keer dan met je aandacht weer terug naar je lijf. Voel nog een keer hoe je lichaam contact maakt met de mat. Je hoofd. Je schouders. Je rug. Je billen. Je benen, je enkels, je hielen, en dan mag je langzaam weer beginnen met een beetje te bewegen. Begin met je vingers, je tenen, je polsen, je enkels. Dan mag je meekomen naar de eerste houding. En hou daarbij even je kussen, je blokken bij de hand. De dengeling is een staande houding, een van de weinige staande houdingen bij Yin Yoga. Kom staan. En geef de props bij de hand. En kom staan. Zet je voeten of je heupbreedte op een manier dat jij veilig, stevig kan staan. En rol met je bovenlichaam met een ronde rug wervel voor wervel af naar beneden. Totdat je een strekking voelt aan de achterkant van je benen. Een strekking die geen pijn doet, maar waarbij je wel rek voelt. Je kan je handen op de grond zetten. Als je daar niet bij kan, kan je ook je handen op blokken zetten, verschillende standen. Op een kussen. Kan ook je kussen wat rechter opzetten en je hoofd daarop laten rusten. Heb je wel een stevig kussen nodig? Ander alternatief is je ellebogen pakken. Laten hangen. Als je zwanger bent of een hoge bloeddruk hebt, kan je deze houding beter niet doen. Voer hem dan zittend uit. Je benen naar voren. Deze houding gaan we later in de les ook doen. Deze vooroverbuiging kalmeert het zenuwstelsel. Vooroverbuiging zorgt er ook voor dat je naar binnen keert. De buitenwereld buitensluit. We rekken de onderrug, de hamstrings, de hele achterzijde van je lichaam.
je onderrug. En je benen altijd een beetje van het slot halen. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. En zet je voeten dan iets wijder uit elkaar. En kom in de squathouding. Als het in deze houding lastig is om met je hielen op de grond te komen, kan je een deken onder je hielen leggen. Als je last hebt van je SI-gewricht of andere bekkenklachten, kan je de houding iets minder zwaar maken door op een blok te komen zitten. Dan ook weer in verschillende standen. Ga erbij dat je rek voelt aan de binnenkant van je benen. Ook werkt deze houding versterkend voor je enkels. Bij gevoelige knieën kan je een deken oprollen en die in je knierol te brengen. De buiging wordt iets minder diep. Komt er iets minder druk op je knieën. Heb je zo nog steeds last van je knieën? Mag je ook altijd een andere houding doen. Bijvoorbeeld een happy baby. Die kan je ook voor kiezen om je benen vast te pakken. Je onderbenen te laten hangen. Eventueel je voeten vastpakken. Squat heeft een ontspannende werking op je onderrug. Kan bijvoorbeeld ook heel fijn zijn bij menstruatieklachten. Opent je heupen. Versterkt de enkels. Blijf met je aandacht bij het voelen. Bij je ademhaling. Dan mag je langzaam uit deze houding komen. Haal alle props die je hebt gebruikt onder je vandaan. En kom dan langzaam naar je billen. En rol af. Wervel voor wervel. En kom op je rug liggen. En voel even na. Wat deze houding voor jouw lichaam heeft gedaan. Misschien voel je nog een sensatie in je enkels. Of je heupen. Je onderrug. Hoe je lichaam. Blijf met je aandacht bij het voelen. Komen naar de volgende houding. Daarvoor mag je komen zitten. Je kan je handen onder je billen leggen. Je benen even omhoog doen. En via links omhoog komen. Of kom op een andere manier omhoog die jij prettig vindt. Gaan we de halve shoelace doen. Ik draai hem even. Zodat je beter kan laten kan zien hoe ik de houding doe. Mag je rechterbeen naar voren leggen.
En dan je linkerbeen er overheen met je voet ongeveer naast je bil. De onderzijkant van je voet is in de mat. Je knieën zijn ongeveer boven elkaar. Is het voor jouw lichaam niet mogelijk? Kan je ook je linkerbeen met je voet aan de binnenkant van je dij zetten. Last van je knie of overstrekking. Kan je altijd een opgerolde deken onder je knie op leggen. Bij zittende houdingen kan je ook altijd je billen een beetje opmogen. Vooral als je de neiging hebt om zeg maar wat achter je zitbordje te zitten. Als je het dan ophoogt, kan je bekken wat meer naar voren komen. En ook als je last hebt van bilzenuwpijn, kan een dekentje altijd fijn zijn of een kussen. Kan eventueel het gebogen been nog ondersteunen met een ander kussen. En als het gaat, als je wat meer rek wilt, kan je naar voren komen. Intense rek aan de onderkant van de hamstring. Misschien is de rek voor jou wat milder. Dan hoop dat je de rek vooral voelt in je rug, in je schouders of in je nek. Als je het prettig vindt, kun je altijd een grote kussen of een kleiner kussentje onder je hoofd leggen. En laat dan alle spanning in je spieren los. Rekgebied, achterkant van het gestrekte been. Maar misschien voel je ook rek aan je bil of je bovenbeen van het gebogen been. Je rug, je nek. Vooroverbuiging. Houding van naar binnen keren. Te voelen hoe het met je is. Om te voelen wat jij nodig hebt. En voel je dat de houding te intens is of pijn doet. Pas de houding aan. Gebruik extra ondersteuning. Of kom minder diep in de houding. Luister naar je lichaam. Blijf met je aandacht bij je lichaam, bij het voelen. Het kan zijn dat je na verloop van tijd wat meer ruimte voelt en wat dieper in de houding kan komen. Maar misschien ook niet, misschien wordt het te intens en wil je minder diep komen. Rustig in en uit. En als je voorover zit, kom dan wervel voor wervel. Overeind, haal alle props onder je vandaan. En kom navoelen in beach pose. Voel wat deze houding voor jouw lichaam heeft gedaan. Misschien voel je verschil tussen links en rechts. Misschien voel je nog sensaties in je benen, je rug, je nek, je
billen. Keertje rustig in en uit. Dan gaan we door naar dezelfde houding, maar dan de andere kant. Ik draai me weer om het te laten zien. Linkerbeen is dit keer voor. Weet weer dat je je billen kan ophogen met een kussentje of dekentje. Of een opgerold dekentje onder je knieholte kan leggen. Breng dan je rechterbeen over je linkerbeen met je bil. Met je voet naast je bil, je knieën boven elkaar ongeveer. En als dat niet gaat, kan je ook hier weer je voet tegen je bovenbeen aanleggen. Daarbij kan je voor kiezen om je voet wat verder of dichter bij je heup te zetten. Doe wat voor jou goed voelt. En als je de ruimte voelt, kan je weer voorover komen. Met je hoofd op je been. Of eventueel op een kussen. Probeer alle spanning in je spieren los te laten. Jezelf ondersteunen. Met props. Zorg ervoor dat je lichaam meer kan loslaten. Meer kan overgeven aan de houding, waardoor de houding meer effect heeft. Dus ondersteun jezelf. Wees lief voor jezelf. Weet dat je bij pijn of tintelingen van een geblokkeerde zenuw altijd uit de houding kan komen. De houding kan aanpassen. Het waterelement horen de blaas- en niermeridianen. Deze hebben ook te maken met angst. Angst, een emotie die veel mensen op dit moment ervaren. Angst is een goede raadgever in tijden van gevaar. Maar het kan ook zijn dat je angstig voelt in situaties dat het misschien niet nodig is. Het kan zijn dat er blokkades zijn in je blaas- en niermeridianen. En met deze houdingen van deze les worden die blokkades opgeheven. En komt er weer ruimte voor vertrouwen, voor een gevoel van veiligheid. Loslaten. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. Langzaam weer overeind. Ontvouw je benen. En kom dan weer navelen op je rug. Hou even alle kops onder je vandaan. Rol werven voor werven naar beneden op een rustige yin manier. En voel weer even na. Misschien voel je verschil tussen je linkerkant en de rechterkant. Misschien voel je nog de sensaties. Je lichaam, de achterkant van je been, je bil, je rug, je nek.
beetje rustig in en uit. Dan mag je meekomen naar de volgende houding, de hammock, de hangmat. Waarbij je de sjaal, deken of riem gebruikt. Die ik aan het begin van de les heb laten zien. Gebruik je de yoga riem. Zorg dan dat je gest aan de zijkant is. Zodat je makkelijk kan bijstellen. Hoe kleiner je wordt, hoe intenser de rek, hoe meer ruimte, hoe milder. Als je last hebt van je nek of schouders, kan je beter een aangepaste houding doen, die ik straks ga laten zien. Zet je bal van je rechtervoet in de riem of sjaal. Zorg dat de knoop aan de zijkant is. Op de gesp van je riem. En breng dan de achterkant naar de achterkant van je hoofd, langs je oren en kom liggen. En rek aan de achterkant van je been, maar ook voor je nek en schoudergebied. Laat alles los. Laat je hoofd dragen door de hangmat. Bij nek- en schouderklachten wil je ervoor kiezen om de sjaal vast te pakken. Probeer dan je armen of je onderarmen op de grond te zitten, zoveel mogelijk te ontspannen. Heb je geen sjaal of riem, mag je ook je linkerbeen hierbij zetten en naar voren. Ervaar de rek in je lichaam. Kan zijn dat je van na verloop van tijd meer ruimte krijgt en dat iets wil aanpassen. Je kan dan altijd een knoop wat dichter bij maken zodat het kleiner wordt om het intenser te maken. Is het te intens, maak het dan wat groter. De knoop wat verder weg te maken. Met je yoga en kan je dat makkelijker aanpassen. Ontspan. Laat alle spanning los. Hoe is het met je ademhaling? Adem nog een keertje rustig in en uit. Dan mag je voorzichtig de riem of sjaal van je hoofd halen, van je voet. En kom maar even navoelen op je rug. Misschien voel je de energie vrijer stromen door je lichaam. Misschien voel je dat er meer ruimte is ontstaan. Voel je verschil tussen rechts en links. Telkens als er gedachten opkomen,
Laat deze dan weer gaan. En focus dan weer op je lijf. Je ademhaling. Adem nog een keertje rustig in en uit. Gaan we dezelfde houding doen aan de andere kant. En het kan zijn dat de linkerkant heel anders is dan je rechterkant. Dus dat je een andere afstand nodig hebt, nog meer ruimte of minder ruimte. Breng er een gesp of knoop aan de zijkant, bal van je voet in je strep of sjaal. En breng dan de achterkant langs je oren aan de achterkant van je hoofd. En ontspannen. Nek- en schouderklachten kan je ook hier weer. Het vastpakken, sjaal of strep, onderarm in de grond. Op je rechterbeen in je dijbeen, je kan je linkerbeen voor naar voren komen of rechtop blijven zitten. Je hebt nog een stretch in je hamstring, de onderkant van je been, je kuit, ervaart. Doe wat voor jouw lichaam goed voelt. Luister naar de grenzen die je lichaam aangeeft. Ontspan al je spieren. Laat je dragen door de hangmat. Alsof je in een hangmat aan het strand ligt. Je lichaam volledig laat dragen door de hangmat. Verzwaar. Vertrouw dat je gedragen wordt. Laat los. En ontspanning, kalmte. Voel die kalmte. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. En dan mag je weer de sjaal van je hoofd halen. Je voet eruit halen en komen liggen op je rug. En voel weer even na. Hoe je verschilt tussen rechts en links. Wat voel je in je lichaam? Het kan zijn dat er wat onrust of spanning is. En weet dan dat door het doen van yin yoga, meditatie, als je dat vaker doet, het cortisolniveau in je lichaam zal afnemen, je beter kan ontspannen, je meer rust zal ervaren. Maar misschien voel je je volledig ontspannen. Ervaar dan die rust. Geniet ervan.
vertrouwen dat het goed komt. Adem nog een keertje rustig in en uit. En kom dan weer langzaam overeind op een manier die voor jou prettig is. Kom weer via de zijkant of je handen onder je billen, via de hinge. Doe weer wat goed voelt. Mag je meekomen naar de volgende houding, de straddle. Daarbij gaan beide benen uit. Ook in deze houding kan je er weer voor kiezen je zitbot op te hogen met een kussen. Of dekentjes, kussentjes onder je knieholtes te leggen. Ook hier kun je weer je benen wijder uit elkaar of dichter bij elkaar. Voel waar je rek voelt, maar geen pijn. Deze houding, als je de ruimte voelt, kan je ook weer naar voren komen. Jezelf weer ondersteunen, eventueel met een kussen. Of blokken onder je armen of weer onder je hoofd. Deze houding kan je ook tegen de muur doen. Voor je rug niet prettig voelt, die vooroverbuiging. Kan je billen tegen de muur leggen. Ja, dan even je matje ook tegen de muur. Billen tegen de muur. Kom met je benen omhoog. Laat ze opzij vallen. Rek aan de binnenkant van je benen. Kies je optie. Luister naar wat jouw lichaam op dit moment nodig heeft. Zodat je lichaam zich ondersteund voelt, veilig genoeg voelt om los te laten. Ontspan al je spieren. En geef je over aan de houding. Laat de zwaarte, kracht en tijd ze werken. Forceer niet, probeer jezelf niet dieper in de houding te pushen, maar ontspan. Geef je lichaam de tijd en de ruimte, zodat het op zijn eigen tempo kan loskomen. Ook als je heel flexibel bent en je kan eigenlijk bijna op de grond liggen met je buik, kan het toch ook fijn zijn je lichaam weer te ondersteunen met een kussen. Meer ondersteuning. Veilig gevoel. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. En voel even na op je rug. Breng je benen langzaam naar elkaar toe. Misschien is het prettig om even je knieën van links naar rechts te bewegen. En kom dan langzaam op je rug. Als je tegen de muur aan ligt, breng je benen langzaam opzij. Je komt ook weer naar je rug. Misschien ook weer even die windshield wipers. De druk in je liezen even te verlichten en kom navoelen op je rug.
sensaties in je lichaam. Blijf met je gedachten bij het voelen. Je aandacht bij het voelen of bij je ademhaling. Dat er ruimte en rust in je hoofd komt. Ruimte en rust, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe plannen en ideeën en nieuwe dromen. Nadem nog een keertje rustig in en uit en kom weer op jouw manier omhoog. Gaan we naar de caterpillar. Daarbij gaan we beide benen naar voren leggen en kom je naar voren als dat goed voelt. Je kan weer kiezen, opgerolde deken onder je knieën, je billen verhogen met een kussen of deken, zodat je bekken nog misschien wat makkelijker kan kantelen en je wat verder naar voren kan komen. Op deze houding, als die te intens is, kan je rechtop blijven zitten, maar je kan ook tegen de muur doen. Dezelfde manier als daarnet, maar dan met je benen bij elkaar. Houding wordt zo milder. Dus kies weer jouw optie. Geef je lichaam wat het nodig heeft. Ook hier kan je weer een kussen gebruiken of een bolster. Om je lichaam op te laten steunen. Als je voorover gebogen zit. Weer alle spieren in je nek, je schouders, alles los kan laten, je benen, je rug. Naar binnen keren. Stilstaan bij jezelf. Blijf met je aandacht bij je voelen. Telkens als er gedachten opkomen, laat deze dan los. Een keer weer met je aandacht naar het voelen. Volledig ontspannen. Relaxed. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. Als je tegen de muur ligt, kom dan langzaam met je benen weer naar de mat. Kom op je rug liggen. Zit je voorover, kom dan langzaam werkelijk voor werkelijk weer omhoog. En rol langzaam af naar een liggende houding. En voel weer even na.
Mag je meekomen naar de laatste houding voor deze les? Intense houding, de sneeuw. Als je deze houding niet wil doen, kan je altijd naar de child's pose komen. De sneeuw. Blijf op je rug liggen. Je kan, als je, zeker als je een wat dunner matje hebt, een dekentje onder je nek leggen. Voor je steeds even dat nekbordje, werveltje wat een beetje uitsteekt. Beschermen. Breng je handen onder je heup, je heup omhoog. Met een ronde rug rol je af. Je knieën richting je oren. Je voeten richting de mat. Als je niet met je voeten bij de mat komt, houden je handen onder de heupen. Lukt het wel, kan je eventueel je handen naar je voeten brengen. Of opzij of naar onder. Kom je niet met je voeten bij de grond, weet dat je altijd je voeten recht eventueel tegen de muur kan zetten. Dus dan draai je naar de muur toe, zodat je voeten tegen de muur aansteunen. Of je legt er een kussen onder. Misschien kom je daar dan wel bij. Vind je deze houding niet prettig? Kom dan mee naar het child's pose. Child's pose. Als je een druk ervaart op je knieën, kan je een opgerolde deken in je knie op te leggen. Misschien een kussentje. Tussen je benen en je bovenbenen. Ontspanning van de rug in beide houdingen. Als je last hebt van je nek en schouders, doe dan de child's pose. Deze houding komt vers bloed naar je hoofd als je in de sneeuw ligt. Zodat je benen hoger zijn dan je hoofd. Zorg dat je niet opzij kijkt in deze houding. Je gewicht wat meer naar je schouders is. Ontspanning en rek voor de onderrug. Door de compressie in deze houding ook een stimulerend effect voor de schildklier, waardoor die gereguleerd wordt. Hoge bloeddruk, wees zwanger, doe dan het child's pose. Adem nog een keertje rustig in en uit. Als je in de sneeuw zit, breng je handen weer onder je heupen. Knieën naar je oren, leg je handen onder je neer en kom langzaam af. Naar je rug. Ben je in de child's pose? Kom dan naar je buik. Haal de kop onder je vandaan. Maak eventueel een driehoek van je vingers. Leg je hoofd erop. Leg je hoofd opzij. Ontspan. Voel even na. Sensaties in je rug. In je nek of in je schouders. En dan als je op je buik ligt met je hoofd naar één kant, draai je hoofd ook nog even naar de andere kant. Dat je nek in balans blijft. Als je de sneeuw hebt gedaan, kan het zijn dat je wat intense sensaties in je rug ervaart. Vertrouw erop dat deze vanzelf weer verdwijnen. Dan mag je nog weer rustig in en uitademen. En je klaar gaan maken voor de eindontspanning. Trek nog wat warmers aan, als je dat fijn vindt. Warme sokken, een trui. Of leg een dekentje over je heen, zodat je volledig kan ontspannen.
knieën naar elkaar toe laten vallen. Of een kussen of een deken oprollen onder je knieën, onder je bovenbenen. Leg dan je handpalmen omhoog. En ontspan je spieren. Laat je voeten uit elkaar of naar elkaar toe vallen. Hangt van jouw lichaam af. Vanzelf. Ontspan. En ga dan weer even na of er nog ergens spanning zit in je lijf. Misschien in je kaken, je voorhoofd, ontspan je gezicht. Misschien in je nek en schouders. Ontspan je nek en schouders. Ontspan je rug, je billen, je benen, je voeten. Moment van naar binnen keren. Om zaadjes te planten. Die in de lente en zomer kunnen ontkiemen, tot bloei kunnen komen. Dromen voor jouw toekomst. Welke zaadjes wil jij planten voor de komende tijd? Richt dan je aandacht nog even op je ademhaling. Volg je ademhaling. Telkens als er gedachten opkomen, laat deze gedachten los. Keer terug naar je adem. Rust.
mag je langzaam weer beginnen met wat te bewegen. Begin met je vingers, je tenen, je polsen, je enkels. En maak dan even de beweging waar jij behoefte aan hebt. Misschien wil je jezelf even helemaal uitrekken. Of jezelf helemaal klein maken, een bolletje maken. Doe wat voor jou goed voelt. En als je zover bent, kom dan langzaam naar je rechterzij. Maak een kussentje van je bovenarm en blijf nog heel even liggen. Geef ruimte aan de linkerkant van je lijf, waar de yin-energie zit. Energie van rust, ontspanning en kalmte. Als je zover bent, kom langzaam tot zit. Hou je ogen nog even gesloten. Breng je handpalmen naar elkaar toe. Je handen voor je hart. En bedank jezelf dat je deze tijd voor jezelf hebt genomen om naar binnen te keren. Bij jezelf stil te staan. Voor je lichaam te zorgen. Je lichaam flexibel en soepel te houden. Je geest tot rust te brengen. Wens ik jullie allemaal nog een fijne dag of avond. Namaste.